Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus tijd voor een nieuwe videoblog. En vandaag gaan we het hebben over een Van Vossen tender. We hebben je een tijdje geleden de 888 tender laten zien. Nou, dat is voor een aantal mensen toch net even iets te groot. Daarom nu even een wat kleinere maat en dat is de 700 Sport. Deze 700 tender heeft echt volop zitplaatsen en dat is gewoon helemaal rondom. Dus je hebt nog niet eens een stukje om in te stappen, dan moet je even je kussen weghalen. Maar daardoor heb je dus wel extra zitplaatsen. En je ziet, we hebben hier alleen een voorkapje gemaakt met een tussenwandje. En als je dus klaar bent met varen, kan je al je kussens daarin gooien en hoef je dus niet de hele boot af te sluiten. Bij deze Van Vossen is ook weer gekozen voor dat hele mooie Van Vossen design vloer. Dat geeft een hele mooie look. Deze klant, deze hebben we al opgebouwd voor een klant van ons, die heeft ook in de bank hier een koellade laten plaatsen. Nou, daar kunnen echt heel veel flesjes in. Tevens is hier ledverlichting in de kuip. En deze klant zal er waarschijnlijk ook nog wel eens een nachtje op blijven slapen. En dan is er ook een zonnedekje tussen de banken te leggen. Nou ja, ga je er niet op slapen, dan kan je gewoon lekker in het zonnetje liggen. De Sport is weer even net anders dan de gewone Van Vossen tenders. En hij heeft wat rondere belijningen. En dat kan je onder andere zien aan de achterkant. Die is dus in plaats van recht is die wat behoorlijk wat ronder. Deze 700 Sport is 7 meter lang, 2 meter 40 breed en hij heeft een hele lage doorvaarthoogte, dus hartstikke makkelijk voor als je lage bruggetjes hebt, als je bijvoorbeeld door Leiden moet varen of soms Amsterdam. Maar het wat lastiger is, hij is 1 meter 2 doorvaarthoogte. Hij heeft een diekgang van 30 centimeter, maar dat is als je roeit. Meestal komt er nog een motor in en dat betekent dat er nog een staart uithangt. En dan heb je een diepgang van ongeveer 45 centimeter. Zwemplateau is ook weer met dat hele mooie Van Vossen design herkenbaar aan het logootje. En achter het zwemplateau zie je een zwemtrap, uitschrijfbaar. Als je de Van Vossen boten standaard neemt, dan zijn ze gewoon kaal aluminium. Optioneel kan je kiezen voor een rubberen stootrand. Maar wat deze klant heeft gedaan, en dat is echt super gaaf, is die hele mooie Van Vossen design sideblades. Voor in de punt heb je drie opbergvakken. Aan beide kanten hier. En voorin een heel groot vak. En uiteraard zijn deze luiken voorzien van een gasveer. En achter in de boot heb je geen opbergvakken, maar dan kan je dus gewoon je tassen onderschrijven. Dus dan hoef je niet elke keer je luik open te doen. En wat ook heel erg leuk is bij deze boot, en dat kan bij heel veel Van Vossen boten, is een klaptafeltje aan het console. Leuk detail, deze boot is ook weer van binnen deels gewrapt, alleen het console. En dit keer zwart. En je ziet dat ze daarbij de lasnaden blank hebben gehouden. En dat geeft een hele leuke, stoere, industriële look. En ja, hoe mooi komt dat logo er dan uit van Van Vossen? Misschien een heel klein detail, maar dat wordt nog wel eens vergeten. De bestuurder wil ook wel eens wat drinken. En dat zet je meestal naast je neer. En dat is niet altijd zo handig vanwege het omvalgevaar. Dus een bekerhouder op het console is absoluut geen overbodige luxe. Nou, als we het toch over details hebben, dan bijvoorbeeld deze vlag. Deze klant heeft natuurlijk voor die mooie design vloer gekozen. Heeft hij trouwens ook op de motordeksel gedaan. Heeft hij op het zwemplateau gedaan. En de vlag is ook helemaal in stijl. Nou, in Nederland heb je natuurlijk wel te maken met bruggetjes. Je kan hem er niet zo uittrekken zoals een normale vlag. Maar gewoon met een schroefje. En je kan hem kantelen. Nou, veel mensen die kiezen voor zo'n kap, die vinden het wel prettig als hun console dan ook beschermd is. Ondanks dat je meters wel waterdicht zijn, is het wel prettig om gewoon nog eventjes een hoes over het console te hebben. Nou, ik ging eigenlijk wat vertellen over de motor, maar ik kom erachter dat je hier echt gewoon onwijs lekker zit. Maar goed, de motor. Hier zit dus de 60 pk motor in en daarmee gaat hij ongeveer 40 km per uur. En de brandstof, in dit geval omdat hij een ingebouwde brandstoftank heeft gekozen, kan je hierbij vullen.
Bij een boot heb je ook stroom nodig en je hebt brandstof nodig. Hier zijn twee accu's ingebouwd met een diodebrug en een ingebouwde brandstoftank van 80 liter. Klein detail weer, maar niet onbelangrijk. Een hele dikke laag isolatie in de motorbun, waardoor je de motor echt gewoon bijna niet meer hoort. Mocht je interesse hebben in deze boot, maar je hebt nog geen vaarbewijs, dat is geen probleem. We kunnen er ook gewoon een 30 pk in hangen. Vaart die ook nog fantastisch. Er kan tot en met 100 pk in. Dus degenen die wel een vaarbewijs hebben, die kunnen echt een hele snel varende boot ervan maken. Dit was hem weer, de Sloep & Tender videoblog van deze week. Volgende week vrijdag zijn we natuurlijk weer bij je terug. En we zouden het superleuk vinden als je hem liked. Maar nog leuker vinden we hem als je hem deelt. Dank jullie wel en fijn weekend en tot volgende week.